Welkom in sessie 31 van het OLOT pot 1, waar wij volop bezig zijn met het bespreken van de tijdscomplexiteit van de quicksort. Kijk, ik heb hier nog eens opgeschreven, samengevat, dus de open betrekking. De open betrekking dus voor quicksort, waarbij we ook in rekening houden, dus wanneer de lengte 0 is en dus de uitvoeringstijd dan ook 0 zal zijn. Hier dus zoals gezegd ook bij de merge sort, dus ik heb u gezegd, sessie 24, we mogen eigenlijk die floor en ceiling weglaten, daarbij aan te praten zijn over asymptotische analyse. Ja. En bij asymptotische analyse speelt dat eigenlijk allemaal geen rol. De grootte van ons probleem, dus die n, die zal nu steeds groter worden en dan zijn dus die akefieën of die kleinigheden van floor of ceiling eigenlijk niet meer zo belangrijk. Dat is nu wel een n, die is misschien wel slecht geschreven. Maar dit is dus voor het beste geval. Ja, en ook dus zoals gezegd voor het gemiddelde geval. Dat moet je dan maar aanvaarden. Maar nu is de vraag, wat is dan de situatie voor het slechtste geval? Wel, in de lesnota's op pagina 66 staat het ook samengevat, zei het kort. Hier ziet je dan de open betrekking, hè, waarbij men alleen dan t van 1 berekent en dan nog niet heeft doorgang gemaakt of gezegd, kijk, oké, theta 1 bij ontstentenis van informatie wil ik, mag ik er 1 van maken en dit mag je dan ook eigenlijk n maken in mijn berekeningen. Maar men heeft dan ook inderdaad hier geschreven, dus in het slechtste geval, ja, en dan komt men hierbij uit. Hè. Ik hoop dat je dat kunt inzien, laten we dat ook een keer aanpakken. Dus inderdaad, hè, uw probleem, hoe wordt dat nu? Wel, bij een lengte van 0, dat zal geen probleem zijn, dat is nog altijd 0. Bij een lengte van 1, ook dat, hè, dat zullen we kunnen inzien. Maar bij het recurrente geval, wel, ik hoop dat je dan inziet dat dan eigenlijk telkens uw probleem maar met eentje kleiner wordt. Hè. Dit is dus de quicksort die je toepast. Als ik deze array nu toch wel A noem, dan is dat de quicksort die je toepast op A, van 0 tot N, ja, van 0 tot N, dit N zijn, dan gaat hier quicksort moeten toepassen op A van 1 tot N, dan hier quicksort in A van 2 tot N, dus je ziet dat eigenlijk telkens bij het recursief oproepen, nota bene, je probleem maar met eentje verkleint. Dus dat betekent dat het probleem van N eigenlijk probleem van N min 1 is, plus nog een kost, wel, dat was die een while, daar, dat waren deze zaken, die blijven natuurlijk, hè. Dit hier, dat blijft, ik hoop dat je nog mee bent, ja. Dus met andere woorden, dat betekent dat dat dus nog een kost van n is. En dit is dan trouwens voor dus n groter dan 1 zijn. Ik hoop dat je nog mee bent, want dit staat ook, en wat is daar die pagina 66 ongeveer in de lesnotas. De vraag is nu natuurlijk, wat levert dit nu op als gesloten betrekking, ja. Wel, daar kunnen wij naar gaan kijken. En dan krijgen we dit hier. Oh ja, nu ietsje verder. Dus dan krijgen we wat hier? Wel, dan krijgen we dit hier. Je moet bedenken dus dat dus, wij hebben gezegd voor het recurrent gedeelte. Hè, recurrent, we zullen het zo misschien opschrijven. Recurrent gedeelte. Hè, gedeelte. Bah, ik mag eigenlijk alles opschrijven. Maar goed, recurrent gedeelte is dus t van n, hebben we gezegd. En telkens wordt je probleem maar met eentje kleiner. En hebben we nog een kost van n aan uw broek. En we hebben ook gezegd dat t van 0 gelijk is aan 0. En t van 1 gelijk aan 1. Wel, hoe gaan we dat nu kunnen tot een goed eind brengen dat we daar toch een gesloten betrekking en een orde van toename uithalen? Wel, volg met mij. Je kunt natuurlijk, ik heb het ook hier getypt, dus dat je het niet allemaal moet schrijven, zodat het ja, inderdaad ook wat sneller gaat. En je kunt altijd nog nakijken of wat er hier staat ook wel klopt. Ik hoop dat je kunt inzien dat we dit hier, wat er hier staat, naar het andere lid mogen brengen. Dat is hier gebeurd, dus dan staat er hier tn min tn min 1 is n. Nu, we kunnen de iteratie, eigenlijk voeren we de iteratiemethode toe, ja. Iteratiemethode, inderdaad. Hè, iteratiemethode, we zien dus in die uitdrukking, of een variant erop, we zien dus in die uitdrukking tn min 1, dus dat wil zeggen dat we tn min 1 ook kunnen opstellen. Ik heb hier niet veel plaats meer. Hè, we vullen dat eigenlijk in dit blokje in, hè. Dus dat wil zeggen, in blokje, ik zal het hier onderschrijven, in blokje vervangen we dus, vervangen van n door n min 1, ja, en wat krijgen we dan? Dan staat hier dus n min 1, dan moet hier nu n min 1, dan staat er dus t, ja, slecht geschreven die t, misschien een keer opnieuw doen, t van n min 1 min 1 plus n min 1. Ik hoop dat je ziet dat ik inderdaad dus die n hier nu vervangen heb door n min 1. Ik hoop dat je dat ziet. En dus hier ook, die n vervangen door n min 1. Wel, dat is wat er eigenlijk hier staat. Hè. Wat er dus daarboven staat, is wat ik hier ook geschreven heb. Ik hoop dat je het ziet. Ja. Dus ik heb n vervangen in mijn oorspronkelijke formule door n min 1. En dan kan ik inderdaad die min 1 min 1, daar kan ik dan min 2 van maken. Ik hoop dat je het ziet. En dan staat er dit hier.
Ja, dus dit is eigenlijk t en min 1. En dan kan ik hier ook weer dat dit hier, deze term, naar het andere lid brengen. Dus dan staat er t en min 1 min t en min 2 is nog wat er overschiet en dat is die n min 1. En zo kan ik verder doen, iteratiemethode. Dus ook, check je het uit, desnoods zelf, t en min 2 zal dus t en min 3 zijn, hè, 2 min 2 min 1, dus min 3, plus die n min 2. Dus met andere woorden, hier heb ik nu wel een foutje gezet, enfin, het is geen foutje, maar ik had dat hier dus moeten zeggen, dus 2 min 3, het is geen fout er staan, maar is t en min 2. Dus ik had dat hier kopie en gepaste, niet veranderd waarschijnlijk. En zo kun je verder doen. Dus uiteindelijk kun je ook t en min i gaan nemen, hè, met i liggende tussen 0 en n. Ik hoop dat je dat ziet, als i 0 is, dan staat er hier t van n, dat is natuurlijk de oorspronkelijke. En als i n min 1 is, pas op, hè, kleiner dan n, n min 1, dan staat er hier t van n, min min, dus plus 1, is gelijk aan t van n, min min 1, dus plus 1. Ja, dus dat wil zeggen, die n, dus i is n min 1, dus min n plus 1, en dan staat er hier nog een keer min 1, en dan moet daar nog bij die n min 1, dus die n min 1, die i zijn, dus dat is nog n min n plus 1. Dus dat wordt dan gelijk aan, die n'en vallen weg, die 1 en ook, dus is t van 0, vandaar dat ik die toch wel belangrijk vind, die n'en vallen hier weg, plus 1, ja. Ja, amai, wat is dat allemaal? Wel, hier heb ik trouwens nog eens keer i gelijk gelaten aan n min 2. En dan zult u ook zien dat dus hier zal staan dat dus uiteindelijk dat gelijk is aan, als i gelijk is aan n min 2, hè, dat rekenen het uit, check je het uit, kun je er een tijd voor nemen, dat hier gaat staan t van 2 is t van 1 plus 2. Of, als je weer dus ook hier die t van 1 naar het andere lid brengt, staat er hier t van 2 min t van 1 is 2. Zoals hier zal staan, is gelijkwaardig met t van 1 min t van 0 is 1. Ja, dit is natuurlijk voor de sportievelingen, maar ik doe toch verder. Want nu kun je dus dat allemaal gaan opschrijven. Ik hoop dat je dat ziet. Ik kan hier nu tn gaan schrijven. Plus tn min 1, min tn min 1. Plus tn min 2, min tn min 2. Want uiteindelijk is dat altijd gelijk aan 0. Hè? Dus ik doe telkens plus 0. En dan kan ik zo een hele tijd verder doen. Ja? Waarom zou ik dat willen doen? Wel omdat ik dan eigenlijk die termen van plaats kan verwisselen. Kijk, ik hoop dat je het ziet. Ik heb hier nu die tn... En dat is nog altijd gelijk aan tn, hè? Dus, want dat zijn allemaal termen 0. Dus dat geheel is nog altijd tn. Dus dat wil zeggen dat tn gelijk is. En nu begin ik hier te kijken aan tn min tn min 1 plus tn min 1 min tn min 2 plus tn min 2 min tn min 3, want die staat hier tussen. En zo verder tot uiteindelijk t2 min t1 plus t1 min t0. Ja, en dan... Ja, en dan, maar dat zijn deze uitdrukkingen, hè? Dat zijn deze uitdrukkingen, dus tn min tn min 1, dat was n, dus die staat hier. En die andere hier, tn min 1 min tn min 2, dat is n min 1, en zo verder, dus dat staat hier nog. Ja, en dan, wel, dat is dan voor de zoveelste keer, voor degene die het ziet, dat is eigenlijk de som van de n eerste natuurlijke getallen. Dus dat is met andere woorden, de sommatie voor, ik heb nu een teller k genomen, k gaande van 0 tot n van k, want dat is inderdaad de som van die getallen. K dus gaande van 0 tot, excuseer, tot n, hè, want dat is deze n. En de Gauss, het is dankzij Gauss wel dat we weten dat gelijk is aan n maal n min 1 gedeeld door 2. Of de, een half keer n kwadraat, rekent de breuk uit. Dus door de keer van rechts naar links, dan zult je zien dat dat inderdaad klopt. Min n, min een half keer n. Of de, dit is weer de leidende term. Hè, dit is weer de leidende term. En wij zien dus hieruit, wat zien wij hieruit? Wel, dat dus de quicksort in het slechtste geval kwadratisch loopt. Hè. Dus dat is natuurlijk wel ja, een gevaar dat je wilt ontwijken, want in dat geval zijt je met je quicksort niet beter dan de insertion sort. En dus kun je zeggen, ja maar oké, wat heeft dat dan nog voor zin als dat het slechtste geval is? Wel, omdat je dus heel veel, dankzij die extra's die dus ook in de lesnota's worden vermeld en die we ook besproken hebben, dat je dus dat slechtste geval kunt vermijden. De belangrijkste hulp erbij is effectief die mediaan van 3 jaar. Die zal u het beste helpen om dus deze situatie te ontwijken. Trouwens, die mediaan van 3 is eigenlijk niet, zie ook de literatuur, gelijktijdig met dus het oorspronkelijke algoritme bedacht. Hè, dus pas nadien erbij gekomen. Nu, wat moeten wij daaruit concluderen dan? Wel, wij moeten eruit concluderen, hè, dat is nog eens een keer de array die ik ook in de vorige sessie heb met u besproken. Ik weet niet wat we moeten concluderen, hè, we zullen eens iets proberen te concluderen. Dat wij dus, ja...
Dat vind ik toch ook wel een beetje jammer. Dus dit kunnen we concluderen. Maar ik begrijp niet waarom dat men dus, ja, om te beginnen hier al punten achter zet. Dat is toch wel storend. En dat men dan die LG-notatie gebruikt. Ja. Dus die LG-notatie, ik heb niet gezegd dat dat verkeerd is. Maar we pakken toch, vroeger stond het ook anders geloof ik beter. Die log-notatie die is toch wel meer courant. En dus als jij op het examen zegt, ja, moet ik op het examen doen? Wel... Ja, je mag LG schrijven, maar log is ook zeker goed, omdat dus eigenlijk het grondtal daar eigenlijk niet zo'n doorslaggevende rol speelt. Dus hier ook, dus we zien hier nu het beste geval en het gemiddelde geval had ik dan toch, hè, dus had dat toch een beetje van het beste, het gemiddelde, het slechtste geval, dat toch wel wat logischer geweest. Dus laten we het dan misschien maar doen. Dus Tn is dus voor het beste geval, big omega heb ik u gezegd, dus is n log n, ja. Het gemiddelde geval is dan theta n log n voor quicksort. En het slechtste geval is dan, helaas, pindaka, big O n kwadraat. En dus dat hier, niet alleen dus het feit dat dat dus de drie, dus de vork is, hè, want dat noemen we dan ook een vork, waartussen dus die uitvoeringstijden vallen, maar ook de notatie van die log, die vind je dan ook terug als alles goed gaat, ga ik er kijken. Ik dacht ook dat ik die kaart heb gepakt, jawel hoor. Dit komt dan van de Wikipedia van eerder vandaag. En dan zie je dus dat daar de quickstort, ja, kan ik hier, de quickstort bij staat. Om te beginnen dus, wat zien we hier? Dat inderdaad zijn een big O, zijn een average, en big O, sorry, zijn een big omega moet dat zijn, zijn big omega. Zijn average theta en zijn big O heeft qua tijd, hè, dit is qua tijd, ja, dit is qua tijd. En dat dus in slecht geval de worst case kwadratisch is. En dat dus de average hier ook dan de log wordt geschreven, hè, kom aan zich, als een log en niet LG. Dus voilà, we zijn er eigenlijk door en we hebben dus dat nu helemaal besproken en dat zou zeggen fantastisch. Maar dan zou je natuurlijk de vraag kunnen stellen, ja maar oké, en dat ziet je dan ook mooi, die pancarte van Wikipedia. Als dat dan toch hier toch een gevaar is, kijk, bij mijn merger heb ik dat gevaar niet, dat ik in de worst case naar een kwadratische zou kunnen afglijden. Wel ja, maar het grote voordeel is, ik hoop dat je het ook gezien hebt, dat is die in de plaats, dus die partitie, in de plaats vervanging, hè. Wij hebben eigenlijk inderdaad, hè, die partitie heet niet voor niks partitie. Hè. Dat wil zeggen, dat was een deel van een groter geheel. Dus uw geheugengebruik is een pakje minder. Is een pakje minder. Je kunt zeggen, dat is toch niet zoveel verschillend. Ja, geloof mij, dit is sublineair. En dus uw geheugengebruik is veel minder. Hè. Ik heb niet gezegd dat merge het niet mag, maar je gaat toch. En dan, ja, pas op, hè, dat kan effect hebben. Het gaat niet over een reken van 4 elementen, hè, maar van 4 miljard elementen misschien. En zo'n tientallen die je zo per 3 seconden moet proberen te sorteren. Alleen of per 3 minuten, weet ik veel. Dus en het is dat eigenlijk, die combinatie van dus het feit, oké, nee, dat is verkeerd, van dus toch zeer snel te zijn, maar heel weinig geheugen te gebruiken, dat maakt van de quicksort echt wel een geduchte concurrent voor alle anderen. Ja. Is hem dan in alle situaties de beste? Wel, nee, ik heb gezegd, één van zijn zwakke punten is dat. En er is nog wel een ander zwak punt, dat kun je hier een keer nalezen. Ik weet wat hierbij staat. Men zegt dus inderdaad, ik geloof dat er nu niet bij staat, maar ik ga er nu niet op ingaan, dat eigenlijk quicksort ook instabiel is. Ik wil er eventueel later nog instabiel is, maar ik wil er later misschien nog iets over zeggen, maar dat gaat ons nu te ver leiden. Maar dus, quicksort, hè, goedgekeurd, een paar zwakke punten natuurlijk, ja, het kan niet altijd kermis zijn, maar dus bij deze ook geanalyseerd en onderzocht.